Goedemorgen. In natuurgebied Oostvaardersplassen is Staatsbosbeheer begonnen met het afschieten van ruim 1800 edelherten. Naar verslaggever Martijn Bink bij de Oostvaardersplassen. Martijn, is het buiten de hekken. Hoe is het daar? Ja, om 9:30 heeft Staatsbosbeheer bekendgemaakt dat ze zijn. Maar vandaag is het hier rustig. Wel kwam ik zojuist mevrouw Mieke Timmer tegen. En zij was hier al om 7:30 vanochtend, omdat ze echt een groot hart heeft voor dieren. En dat kan je niet zomaar wegdoen. Kijk, ze staan tussen schuttingen in, tussen hekken. Ze kunnen nergens naartoe. Oké, maar u weet dat de bondkraag die u nu draagt gemaakt is van de anus van een edelhert, toch? Dieren kan je niet zonder eten laten. Daar ben je verplicht toe. Ja, Martijn, terug naar jou. Jij staat buiten de hekken. Wat gebeurt er op het terrein zelf? Nou, elke dag zullen hier scooters het terrein opgaan. Boswachters van Staatsbosbeheer.